Ja, vandaag deel 6 van de serie over zelfbouw. Ik heb tot nog toe heb ik het over de dingen gehad die ik zelf gedaan heb. Ik heb wat ideeën aangedragen voor concrete zelfbouwprojecten, zoals ik in deze serie nog wel eens vaker zal gaan doen. Voor mijn vroege geknutsel met de Optimist, het miniatuurzendontvangertje voor 80 meter, vergelijkbaar met de moderne Pixie 2, heb ik veel gehad aan wat basale kennis over transistoren. Anders had ik waarschijnlijk nooit dat niet meer verkochte IC door 3 transistoren kunnen ontvangen als beginner. Het is vaak niet per se noodzakelijk dat je een bestaand ontwerp precies nabouwt, maar met wat basale kennis van onderdelen en hoe je die onderdelen met dat beetje kennis naar je hand kunt zetten, is zoiets gemakkelijk te doen. Vandaag ga ik proberen om het begrip bij de luisteraar van elektronica wat te vergroten. Schrik niet, ik ga niet meteen met rekenwerk beginnen. Ik beschrijf slechts wat het component doet. Het gaat erom om je te laten zien hoe bepaalde componenten werken en waarschijnlijk op een andere manier dan je voor het examen leert of geleerd hebt. Hopelijk zeg je gedurende het verhaal, verrip, ik heb nooit geweten dat het zo zat. Maar als je zegt, dat was ik allemaal vergeten, maar nu komt het ineens weer terug, dan ben ik ook heel blij. Ik zal mijn best doen, ik hoop dat het lukt om het verhaal rustig te brengen. Ik neem er vanmiddag extra tijd voor en ik zal ze nu en dan even een pauze laten vallen. Ja, ik begin vandaag met een transistor. Voor het gemak praat ik even alleen over NPN transistoren. Er zijn ook PNP exemplaren. Het enige verschil is dat daarbij de stroom in de andere richting loopt. Dat is soms handig om op het aantal componenten te besparen, maar voor nu niet van belang. Als je een transistor pakt, dat is zo'n ding met 3 pootjes eraan, en je meet met een universeel meter, dan meet je vanaf de basis gezien 2 diodes. Die beide diodes die zitten met de anode aan elkaar, net als bij de mixer van de Optimist. Zet je de plus van je digitale universeel meter in de ohmmeterstand op de basis, dan meet je zowel naar de collector als naar de emitter een lage weerstand. Zet je de min op de basis, dan meet je in beide richtingen een hoge weerstand. Dan sperren de diodes. 2 diodes dus. Er wordt soms wel gedacht dat als je die 2 diodes zo tegen elkaar aansoldeert, dat je die ook als transistor kunt gebruiken, maar die vliegen gaat niet op. Om de diodes als transistor te laten werken, moeten alle onderdelen zeer dicht bij elkaar zitten van die diodes, direct aan elkaar vast, zonder andere materialen of geleiders die ertussen zitten en met minder dan een haardikte voor de basis, anders werkt het grapje niet. Andersom gaat trouwens vaak wel een transistor gebruiken in plaats van 2 diodes. Dat kan als je met bepaalde dingen rekening houdt gewoon. Een transistor kun je als een soort relais gebruiken. Een relais, je weet wel, zo'n spoel met een plaatje dat wordt aangetrokken, waarmee als er een stroom op staat, een schakelaar wordt omgezet. Als je het symbool van een transistor ziet, dan is de basis de middenste aansluiting. De emitter is de aansluiting met het pijltje en de collector is de aansluiting zonder pijltje. Nou, dan pakken we spanning, bijvoorbeeld zo'n 4,5 volt batterij, zo'n hele oude met een witte kat erop. Sluit je een positieve spanning aan tussen collector en emitter, terwijl de basis voor de zekerheid met een weerstand, een hoge weerstand, op de emitter is aangesloten, dan gedraagt de transistor zich hoogohmig. Dus tussen collector en emitter zal er dan geen stroom lopen. Even resumerend, de verbinding binnen de transistor, dus tussen collector en emitter, is in dat geval hoogohmig, dus verbroken. Dit omdat de emitter op de basis aangesloten is, weliswaar via een weerstand. We doen nu het volgende. We laten een voldoende grote stroom van de basis naar de emitter lopen. Daar komt dus een positieve spanning op de basis. En je moet ervoor zorgen dat er niet te veel stroom gaat lopen, maar ook niet te weinig. In ieder geval zoveel dat die transistor helemaal open staat. Je ziet dan dat er bij voldoende grote stroom de interne verbinding in de transistor ineens laagohmig wordt. Net als bij een relais waarbij de schakelaar een doorverbinding maakt. Door dus een stroom te laten lopen van basis naar emitter, wordt als het ware de schakelaar tussen collector en emitter gesloten. Hebben we daar wat aan? Jawel, want je moet weten dat de relatief grote stroom die van basis naar emitter loopt, heel veel kleiner hoeft te zijn dan de stroom die vervolgens door die gesloten schakelaar tussen collector en emitter kan lopen. Net als bij het relais overigens, bij een relais om het groot licht van je auto in te schakelen, kan er door de schakelaar wel 40 ampère lopen en die kan on the fly worden onderbroken. Het spoeltje dat die schakelaar bedient, die werkt dan met 10 of 20 milliampère stroom. Tja, de transistor die kan nog iets wat een relais niet kan. Een relais is doorverbonden of niet doorverbonden. Als je de stroom kleiner maakt, dan valt op een gegeven moment de schakelaar af en vrij plotseling is dan de stroom door het relais verbroken. Bij een transistor is dat niet zo. Wordt de stroom van de basis naar de emitter kleiner,
Dan wordt de weerstand die de stroom vanaf de collector naar de emitter laat lopen, die weerstand die wordt steeds groter. Je kunt dat in een grafiek zetten. Het kleine stroompje dat van de basis naar de emitter loopt, is bij benadering in verhouding met de stroom die van de collector naar de emitter kan lopen. Dat is een beetje moeilijk gezegd, maar dat wil dus zeggen, ik noem maar een voorbeeld van een denkbeeldige transistor. Als de stroom vanaf de basis naar de emitter 1 mA is, dan kan de stroom van de collector naar diezelfde emitter 100 mA zijn. Wordt de stroom naar de basis 2 mA, dan wordt die vanaf de collector 200 mA, enzovoort. In dat geval is de stroom naar de basis dus 100 maal zo klein als de stroom die het resultaat is van collector naar emitter. De stroom is een factor 100 groter dus. Dat getal, die factor 100, is voor iedere transistor verschillend. Je kunt dat in de specificaties van zo'n transistor vinden als de stroomversterking van zo'n onderdeel. Het zal waarschijnlijk duidelijk zijn dat wat hier met een gelijkstroom gebeurt, ook voor wisselstromen van toepassing is. Zet je op de basis een wisselstroom en gebruiken we weer de transistor uit het voorbeeld, dan is die wisselstroom aan de kant van de collector 100 maal zo groot als de stroom die aan de kant van de basis van de transistor wordt ingevoerd. Ik zeg in wisselstroom, dat kan een constante frequentie zijn, maar het werkt ook voor zoiets ingewikkelds als geluid of voor een gemoduleerd zendsignaal. Tot zover vandaag.